bij een nieuwe sessie. We zitten dit keer in Frankrijk, op Stuwmeer, dagwatervisplek. En zojuist hebben we de eerste vis gevangen. Niet de mooiste spiegel, maar zeker zeer welkom. Hij is lekker langwerpig. Oh. En heel moeilijk vast te houden. Op een snow manager. Ja, super mooie vis. Alleen zijn bek is wat misvormd. Ja, dat zien jullie niet. Maar verder, ja, topvis. Robert heeft er ook een. Dus deze vis laten we snel weer zwemmen. En dan zien jullie zo die vis van Robert. Zo. Nou, ook namens mij welkom bij de nieuwe video. Dit is de tweede helft van de dubbelrun. Die op het punt staat om te gaan spartelen. Ja. Die voelen hem aankomen. Een mooi spiegeltje. Ongeveer 9,5 kilo. Daar zijn we heel blij mee. En hij is een beetje druk. Hij wil heel graag weer zwemmen. En nou. Rustig vriendje. En dat mag hij van mij ook. Want je gelooft het niet. Maar we gaan goed van start. Want we waren de vis van Stefan aan het terugzetten. En mijn volgende hengel liep af. En wij vissen allebei met twee hengels. Dus dat betekent dat ik nu allebei mijn hengels op de kant heb liggen. Dus we gaan de volgende vis er alweer bij pakken, jongens. Eerst deze even terugzetten. En dan gaan we hem even laten zien. Foei. Hey. Ik ben kapot. Oh, die vis is druk. Hij heeft me al helemaal nat gespetterd. Maar ik wil hem toch wel heel even graag aan jullie laten zien. We gaan het proberen. Daar is die. Zo goed als 19 kilo. Hoe perfect is deze schub, hé? Wat een fantastische vis. Ah, hier ben ik zo blij mee. Op een groot stuwmeer, een paar honderd hectare. En dan zo'n fantastische schub vangen. Geweldig. Hier gaan we eens even een mooi fotootje van maken. Dan gaat hij zwemmen en dan wordt het echt eventjes tijd voor die koffie, jongens. Want daar zitten we nou toch ook al een tijdje op te wachten inmiddels. Ook Stefan zit nu achter de camera ja te knikken van ik wil koffie. Deze gaat zwemmen en dan gaan we aan de koffie, jongens. Kijk je mooie gele koordje. Zo. Het wordt hier wel snel diep. Ja. Dat had ik nog niet geprobeerd. Had ik gisteren ook al gezien. Nou, vriendje gaat weer zwemmen. Koordje is uit de weg. Staat op de foto. Nog één blik van deze fantastische vis. Ah, wat een fantastische vis. Prachtig. Je mag weer zwemmen, Pik. Vind je het nu te gezellig? Ja, daar gaat hij al. Of naar de volgende. En koffie. Vooral koffie. Heel veel koffie. Wat heb je, Rob? Een scoopie. Scoopie. Druk te maken het je weer, want naar mijn idee is die niet heel erg groot, maar hij is nog steeds niet binnen. Het doet net alsof. Ja, of ik heb gewoon heel veel zin om kleine visjes te drillen en ik haal gewoon het maximale eruit. Maar hij is nu achter het oranje pietje pepper wacht dat je hangt uit zijn mond. Zie je hem al? Yes, daar is die. Katja! Visje nummer 4, jongens. Gaat lekker. Even koekloeren. Mooi schuppie. Zullen we hem even ontdaken en dan even laten zien? Ja, is goed. Ah, hij is nog groter dan ik dacht. Oh, even mijn cadeautje uitpakken.
Mooi visje weer hoor. Nou, weer mijn loodje gepikt. Gaat hard met de loodjes. Niet spartelen. Nou, dat is hem. Wat geven we hem? Een kilootje of 7? Ja, zoiets. 8, omdat het mijn dag is vandaag. Het is alweer een mooi visje voor de toekomst. Visje voor de toekomst. Aanbeet komt uit het niets. Na een run van mij. Oh ja, was weer wederom een dubbelrun inderdaad. Niet wetend wat het was, maar... Stefan had hem eventjes niet binnen helaas. Nou, deze gaat wel lekker zwemmen jongens. Gaat ie. Dag vriendje, ga maar groot worden. Kom ik nog een keer voor je terug. Hoppa. Wil je ook nog een keer gewoon rusten of niet? Deze ging wel hard ook, hè? Ja, het leek op een dokum. Zo, nee, dat dan weer niet. Oh. Nog geen, alleen de hooggeschoren... Geen schoren, weet ik wel wat voor geluid uit die ding komt. Jeetje. Hallo, lekker zo. Ja, bij jou? Nou ja, als we ze gewoon allemaal binnenhalen, zou bij jou ook goed zijn. Oh, is dat het? Maar dat geeft niet. Komt wel goed. Het was de eerste dag. Zo. Nou, mijn was nog niet binnen, hè? En weer een dubbele run. Jongen, jongen, jongen. Nou, goed zo hier zo. Er ligt nu eventjes eentje hier in de sling te wachten. Zullen we ze over laten zien? Klein spiegeltje. Ik ben benieuwd wat we hier hebben. Joekel. Noah. Schuppie wel weer. Schuppie. Niet zo groot als die voor jou. Die komt dan wel. Wat er is. Het gaat goed hè, die dubbelruns elke keer. En dat voor een eerste dagje. Hè? Dat is niet gek hè? Zeker. Nou. Ze vechten wel lekker hier ook hoor. Ja, dat is toch leuk? Ja. Weet je dan die halve tamme vissen die maken dat ze binnen laten slepen? Komt hij dan hè? Komt hij er wel in? Ja! Yeah! Loodje erbij. Schepkunst hier ook, met de camera in je hand. Ja. Nou, ook ik heb bij de tweede vis mogen landen van vandaag. Mooi schep. Pontje of 20, denk ik, maar ja, super mooie vis. Mooie drill ook. En ja. Erg blij mee. Robert had er net ook een. Dus die laat hem natuurlijk zo ook eens even zien. Gaat lekker op de nieuwe, ja, het is het. Op de nieuwe bolies van Northern Baits, Peach & Pepper en Evolution. En ja, de vis met alle hengels op. En zoals jullie zien lopen ze allemaal goed. Dus ja, erg blij mee. Goed vertrouwen in. Laten we hopen dat ze het doorzet.
deze jongen mag weer lekker zwemmen. KLM kwam even voorbij, zag je het? Ja. Ah, ik denk toch wel een puntje of 20, hoor. Nou, mijn visje ook nog eventjes voor de camera. Een beetje herpes heeft hij. Hij is een beetje druk koken, hè? Ja, je bent druk koken. Ja. Ik wil zwemmen, maar ik heb geen water. Nee, dat lukt niet. Nou, even rustig, vriend. Chill, joh. Ja, zijn we rustig? Nee, hè? Bijna. Mooiste van de stal, hoor, dit. Ja, het is niet de mooiste vis van de sessie. Een beetje jeugdpuisjes. Nou, wat is er nou met jou, joh? Kriebelt het of zo? Nou, daar is die. Visje. Stefan zei het net al eventjes. Nieuwe bolies. Zijn van sponsortje gewisseld. Eerste sessie dat we weer voor Noordenbeets vissen. En moet zeggen, niks ten nadele natuurlijk van de vorige, maar gaat niet slecht tot nu toe. Hij mag weer lekker zwemmen. Zullen we straks of morgen wel eventjes laten zien wat voor mooie bolietjes dat allemaal zijn. Maar tot nu toe loopt het als een trein en moeten die twee engeltjes als de brandweer weer terug erin. Wat is dat? Jullie ook even te filmen. Ho. Jullie komen naar mij toe, hè? Hey. Lekker spannend. Waarom? Jullie komen naar ons toe, hè? Nou jongens, het begint misschien een klein beetje een saaie video te worden. Maar mij hoor je absoluut niet klagen, want het loopt als een tierenlier. Dit is vis nummer 7 alweer vandaag. Het is weer geen nieuw wereldrecord, maar het is wel gewoon weer een leuk spiegeltje. Daar mag je mij gewoon gerust wakker van maken. Je moet mij alleen niet zo nat maken, dat slaat dan weer nergens op. Ja, zwem terug het schepnet in. Oh. Gewoon gelijk... Nou. Daar gaat hij. Nu is hij echt weg. Hengeltje weer erin. Kijken of we er nog één kunnen vangen. Dit is mijn grote vriend. Helemaal kijk, maar daar zit er nog één. Waarom dan? Het haakje. Wat heb jij voor moois? Ja, een meerval. Waarom? Ja, omdat hij... Vis jij ook meerval? Nee, dat niet. Maar ik denk wel dat hij mijn bootjes heel erg lekker vindt. Is dat het? Ga jij hem eraf halen? Nee, de tyfus. Oh. Dat is jouw speelgoed. Haakt wel goed nu. Kijk eens. Groot ook. Dat is wel 30 kilo, niet? Rustig aan, man. Gat. Kijk, jij hebt wat schepnet. Als jouw schepnet dan mag. Gadverdam. En nu? Oh ja, die heeft vast. Maar de koffie was lekker, hè? Ja, super lekker. Gadverdam, hè. Zal ik je staart eraf doen? Nou, oh, nee, wel een beetje respect voor de visjes.
Het is een beetje een smerig beest. Maar... beetje? Een klein beetje. Gadverdamme. Ja, dan denk je dat hij heel groot is. Ja, dat zou je denken. Oh, ze zijn de buren hebben er ook een. Nou, een dubbelrun. Maar dan van de buren. Er zit wel een hoop power in de visjes hier, zo moet ik zeggen. Ze stribbelen wel lekker tegen. Ze hebben niet zo het net in ieder geval. Mijn loodje zit er nog aan. Speelt weer 2,50. Tja, goed zoetje hoor. Papa. Nou jongens, daar is hij dan weer. Dit is zeker niet de mooiste van vandaag. Maar zeker niet de eerste die hem gevangen heeft. Zeker niet de grootste. Zeker niet de grootste. Nou ja. Het is er weer één. Het is nummertje 8 voor vandaag. Dat zijn toch de aantallen waar je mee thuis mag komen. Maar we gaan nog lang niet naar huis. Deze gaat wel lekker zwemmen. Want we waren aan het eten. En dat zou ik graag even mee verder gaan. Ga maar weer hoor, rakketje. Later. Negen. Lekker bezig. Maar we hadden net het pannetje met aardappeltjes weer het vuur aangezet. Maar ik kan nog niet zeggen dat we ze ook al opgegeten hebben. Ze zijn ook nog niet klaar. Ja. We gaan eens even kijken wat we hebben hier zo. Moet ik jij nog een spiegeltje? Kom hier. Moet jij hem even vasthouden? Ja. Te laat. Dit is wel een mooi visje, jongens. Heel mooi spiegeltje. Nog helemaal netjes. Al iets groter slag als wat we net een paar keer hadden. Deze zou voeren denk ik een kilootje of 9, misschien zelfs 10. Ik denk wel 10 eigenlijk als ik het zo voel. Ik zal hem even laten zien. Daar is die. Oeh, ik krijg nu natte billetjes. Ik ga even heel snel opstaan. En dan gaan we echt even eten, jongens. Deze rakker mag weer zwemmen. Later. Dankjewel. Zo, eerste dag zit erop. Was wel echt een goede dag ook. 9 vissen. Man, dat hadden we echt niet verwacht. Ja. Dus daar zijn we echt heel erg blij mee. En nu liggen alle hengeltjes op de kant. Staan netjes tegen deze brolly aan. En nu gaan we lekker tukkie doen. En morgen om 6 uur gaat het wekkertje weer. Morgen om 6 uur gaat het wekkertje weer. Dus tentjes gepoetst. Snaaltjes toe. Gaan we kijken of we morgen nog zo'n mooie dag kunnen krijgen vanavond. Kijken of dat morgen nog een keer lukt. Ja. Mooie vis. Die dat, 39 voor jou. Die, dus die moeten we morgen evenaren? Die moeten we morgen evenaren. Nou, daar moeten we overheen natuurlijk, hè. Doe eens altijd 20 kilo. Ja, maar dan gaan we daarvoor. Dan gaan we daar maar voor. Dus ik zou zeggen, wel trusten. En
Tot morgen. Tot morgen. Oh, lekker zeg. Zo, een hele goede morgen, beste kijkbuiskindertjes. Nieuwe dag is aangebroken. En nu meteen goed van start. Oh, ja, jij kan kunstjes. Ja. Ze zijn zo druk, hè. Ik zit meer mezelf nat te spetteren dan die vis. Maar... ik kan ook wel een douche gebruiken. 1, 2. Chill. Daar is die. 19,2 pond. Moet ergens beginnen. Ik vind hem helemaal mooi. Ik vind het wel een mooi visje ook. Dus die gaan we lekker laten zwemmen. En een hengeltje weer op zijn plek, jongens. Nou, vriend. Ga je oma maar halen. Ik wacht op haar. Later. Nou, we hebben het al een keer verteld inmiddels, maar we zitten dus in Frankrijk, uiteraard. We zitten op een groot stuwmeer. We hebben hier vorig jaar van het najaar ook een keer geprobeerd te vissen. Toen was het geen succes. Ik had wel het idee dat er nog wat te halen viel, dus we wilden heel graag terug. We hadden plan A en plan B toen we van huis weggingen. Plan A was de stek aan deze kant van het water, maar dan... helemaal naar de dam, want we hadden het idee dat de vis daar zou zitten. Plan A ging niet door, we waren net een uurtje te laat. Twee andere vissers waren net een uurtje eerder aangekomen. Dus die stek hebben we af moeten staan. Plan B was aan de overkant, daar zat al iemand. En plan C, die hadden we niet. Dus die moesten we nog even bedenken. Dus we zaten even te twijfelen, zouden we nog naar een ander water gaan. Maar... dicht bij zijn de water. Ja. Rechter. Nou, wat ik dus zei. Een ander water, dichtbijzijnde water, was minimaal 2 uur rijden. En dan met de kans dat daar eventueel favoriete stek ook bezet zouden zijn. En dan de hele nacht in de auto te gaan zitten voor een weekendje. Dat zagen we niet zitten. Dus na lang wik en weeg zijn we een stuk verderop gaan zitten. Mooie goede voerplek gemaakt. En we hebben het maar gewoon een kans gegeven. En je ziet het. Het heeft niet heel slecht uitgepakt tot nu toe. Ik ga me even concentreren op deze vis. Ga ik even binnenhalen. En dan zullen we hem zo even laten zien, jongens. Nou, dat is hem. Niet moeders mooiste. Beetje bocheltje. Ga maar hoor. Als je zo graag wil. Hij is weer weg. Engeltje weer op zijn plek.
En nu wordt het echt tijd voor een beetje wat groter, jongens. Dat ga ik eens even proberen. Zo, ben je weer lekker schoon? Ik ben lekker schoon. Jij? Ik ben ook lekker schoon. Mooi zo. Nou, nog vis vangen. Ik ben ook even lekker gewassen. Ik heb wel een t-shirtje aangedaan. Ik denk misschien kijken er nog kleine kinderen hier naar. Dus, Nee. Er is een ander verschil. Ja. Dat voor mij willen jullie echt even niet zien. Maar ja, we hebben verschone kleertjes. Stoeltje uit de aanhanger gehad. Omdat we toch even lekker zitten. Dus dat was wel echt even een heel goed idee. Dus het is nu wachten op de volgende aanbeet. En als dat niet gebeurt, gaan we zo even een eitje bakken. Nou ja, het is rustig, aanzienlijk rustig vandaag. Althans, tot op heden. Noordelijke wind. Gisteren stond de wind toch ergens anders, of de andere kant op. En waarschijnlijk is dat toch een beetje de reden dat het wat rustiger is. Ook bij onze buren is het wat rustiger. Maar we geven de moed niet op. Net wat Robert zegt, we gaan zo eerst even een eitje pakken. En dan vanmiddag maar weer spodden en dan kijken of er nog wat leuks op komt. Op de kant komt. Zo, dacht ik, ga ook weer eens een keer vis vangen. Ja, werd tijd. Eerste run van vandaag. Net een bakje koffie ingeschonken. Ja, die staat wel lekker koud worden. En hij ging ineens. Aardige run. Daar is die. Yes! Nou, ook ik heb vandaag mijn eerste vis mogen landen. Mooi spiegeltje. 19,6 pond. Het is net middag, dus we wilden net aan de koffie en gaan lunchen. Nu komt deze rakker voorbij. Dus we laten hem weer snel zwemmen. En dan gaan we verder met de lunch. Nog eentje vanuit het water. Super mooie vis, maar we laten hem nu lekker zwemmen. Oh, en weg is die. Hoppa. Zo, het gaat wel lekker even regenen nu. We zitten net lekker de hele tijd te bakken. Niet alleen eitje bakken, maar we zaten ook gewoon zelf even lekker te bakken buiten. Heerlijk. Maar nu hebben we eindelijk dat eitje. Ja, het smaakt goed ook. Dat weet je nog niet, hij ligt daar. Ja. Ja, je hebt er net al stiekem eentje op, hè? Ja. Jam. Vissen kennen we niet, maar eentje pakken. Oh, dat kennen we als de beste. Ja, we zullen het ding ook kunnen halen. En het komt met bakken naar beneden ook. Nou weer visje te vangen. Ja, we gaan net even lekker wat te drinken. Kom fluiten. Ander hengeltje. Weer. Lekker weer, zoals jullie kunnen zien. Windje erbij, graadje 25, 26. Aan voeten. Niet guppie aan, maar ja, dat weet je nooit van tevoren, hè?
Yes, nou, net zagen jullie met drillen. Oh, het scheurtje in zijn. En deze mooie spiegel is het resultaat. 23,4 pond. Midden op de dag, zonnetje erbij. Kan niet beter. We laten deze jongen weer snel zwemmen en heel snel de nieuwe hengel uitgooien. Hoppa. Yes. Lekker zwemmen, zwemmen, zwemmen. Oh, je verdrinkt. Ik kom je redden. Coach. Het is ook niet zo heel diep, hè? Nee. Lekker. Het is stom voor je. Leuk. Maar het is wel lekker. Voor de camera even. Nee, je moet er even in blijven. Ja, dat is niet zo relaxed. Ja jongens, geen vis in de middag, maar dan maar zwemmen. Dan gaan we ze halen. Ja, ik vind het toch heel zwart. Lijkt wel lekker. Zullen we hier lekker prakkie aan maken? Nou ja, prakkie niet. Weliswaar gewoon echte pasta carbonara. Moet ook gewoon gegeten worden natuurlijk. Kijk. Heerlijk. Ziet er goed uit. Eten dan, hè, niet jij. Oh, jammer. Vanmiddag zei je wel, nee. Nou, voor de rest sta ik een rustig dagje ook, hè? Tot ja. Tot nu. We mogen nog een uurtje of anderhalf vissen. Maar ja, ik denk dat het rustig blijft. We gaan maar lekker genieten van onze pasta. En straks wel weer spotten voor morgen. De buren zijn weg, dus we gaan een hengeltje erbij. We gaan iets meer naar rechts. In de hoop dat we morgen nog een leuke vis op de kant kan trekken. Misschien wel meerdere ook. Dus morgen in totaal met 6 hengels. Maar nu lekker eten. En wie weet tot straks. En anders sowieso tot morgen. Zo, laatste voorbereidingjes voor morgen. Yes, laatste voorbereiding. Voorbereidingen. Hengeltje extra. Hengeltje extra. Wat we al eerder zeiden, de buurtjes zijn weg. Dus we mogen lekker... mogen met 4. We mogen met 4, maar ik bedoel, we mogen nu naar rechts vissen. Waar... We kunnen nu lekker naar rechts vissen inderdaad. Ja, wat in principe en, als eerste de bedoeling was. We hebben het hele water voor onszelf nu. Het hele fucking Stielmeer voor onszelf. Is dat even goud? Natuurlijk wel hopen dat die Fransen morgen niet binnen ergens komen, maar... Ja, steken we in brand. Oh, nou, oké, dan doen we dat. Nee, ja, dat kan gebeuren, maar vooralsnog hebben we het water voor onszelf. Ja. Dus als wij morgenochtend dat gewoon lekker claimen, dat beetje water, dan hebben we morgen 3 hengeltjes pp. Ja, wel onze beste vriend kwam daar langs, Garde de Pes. Ja, we hebben Garde de Pes op bezoek gehad. En we moesten eigenlijk met tent en al inpakken, omdat we hier niet mochten slapen. Nee. Maar door lief te kijken, mochten we toch nog een nachtje blijven slapen. En het was een vrij jong gozertje, dus we hadden snoepjes gelukkig. Dus we hebben hem gewoon een snoepje aangeboden. En toen zei hij, nou vooruit, 1 nachtje dan, 1 nachtje mogen jullie hier slapen. Niet vissen, ja, dat wisten we natuurlijk al. Maar dus ook niet aan het water, 's nachts verblijven. Dus morgenavond, als we... Het is vandaag vrijdag, morgen zaterdag gaan we de hele dag vissen en misschien zondagochtend nog. En dan moeten we voor die nacht moeten we even wat gaan verzinnen. Ja, en je hoort misschien op de verte, er is nu een feest. Ja, we zijn lekker mee aan het genieten van het concert van de bijzonder slechte zanger. Maar... misschien voor Frans begrippen goed. Ja, ik weet het niet. Maar Nederlandse begrippen is niet zo'n goede zanger. Ik denk dat die mensen het niet betaald hebben, anders zou ik mijn geld terugvragen. Maar, Ik denk zelfs dat ik op het punt sta om daarheen te gaan en mijn geld terug te vragen. Ja, dat is heel wat. Ja,
Dat is mooi geweest. Nou jongens, het is klaar. Wij gaan de laatste voorbereidingen doen. En lekker naar bed. Toi toi toi. Tot morgen. Welterusten. Goedemorgen. Zijn we al begonnen dan? Goedemorgen, ja. We liggen nog geen 5 minuten in. 6 uur ging de wekker. 6 hengels inleggen plus een sportje. En 6:30 denk ik, we gaan terug lekker het bedje in. Sluppertjes, ik lag er net in. Lag je er al in? Nou ja, net. Ik zat. Dus dat is een zeer goed begin. Vannacht wel heel veel regen. Dus misschien heeft dat goed gedaan. Laten we deze jongen maar even binnenhalen. En dan zien we jullie zo. Hier is hij dan. Mooi. Wow. Mooi klein spiegeltje. Spet het op de lens. Hij is lekker druk. Maar ja, dat zijn ze allemaal hier. Mooi klein spiegel. Goed begin voor de dag. Deze laten we lekker zwemmen. Nieuw uitgooien en dan... hopen dat we nog een paar uurtjes kunnen slapen. Tot zo! Was hij al terug? Die van jou? Ja, net. Ja, hij zwemt net, hè? Ja. Jongen, jongen, jongen. Ja, dat... nou ja, we hebben gisteravond wel flink gevoerd ook natuurlijk. Dat lijkt me logisch. Dat hadden jullie waarschijnlijk ook gedaan. Maar ik denk dat ze lagen te wachten op ons. Ja. Want die beide hengels hebben er echt geen kwartier in gelegen. Regen heeft denk ik heel goed gedaan weer. Ook. Ja. Gisteren was het een warme dag. Toen was het ook echt wel beduidend minder. Ook minder activiteit. Maar laten we niet te vroeg te hard van stapel lopen. Maar zoals het er nu naar uitziet, kan het wel weer eens een dagje gaan worden. Maar ja, we hebben er in ieder geval alweer 2. Nou ja, dan moet ik deze wel nog even binnenhalen. Maar dat ga ik nu even doen. En dan zal ik hem zo even laten zien. Maar die voor mij iets kleiner was. Wat is deze? Iets groter? Ik moet gokken. We gaan nu naar de weger. Ik denk 21 kilo. Ah, zeker 40 pond. We gaan... Nee, maar... Nee hoor. Gewoon niet. Oh, matig visje ook. Nou, nou ben ik zo verdrietig. Ik ben zo verdrietig. Zeker weer een goed begin. Gewoon een hele goede dikke vis. Nou, deze zwaar teleurstellende vis zullen we toch even aan jullie laten zien. Die is toch gewoon 20 kilo, dat kan toch niet? Maar weet je wat, we vergeten het verder. Hij is 19,5 kilo. Daar moeten we het mee doen. En we moeten gewoon heel tevreden mee zijn. En dat ben ik ook. Want het is wel echt... een unit. Ik vind hem gewoon knijt groter. Op de Evolution. Geen gekke haakhuizen, wat dan ook. Gewoon bolies uit de zak gebruik ik. En dit is het resultaat. Ik ga hem lekker laten zwemmen. Kijken jullie mee? Daar ga je weer, pik. Ik vind het niet goed. Lekker zo 's ochtends vroeg, meteen... natte voeten. Maar hier hebben we het er wel voor over, toch? Wat een bak, hè? Zeker maar je vis. Dankjewel, vriendje. Tot de volgende keer. Nou, niet heel veel minuten later ging de tweede hengel. En dan mochten deze zeer mooie schub in de natlende.
In de natlende. In de natlende, ja joh. Heb je hem in de nat gelend? Jongens, het is nog vroeg. We hebben maar 5-6 uur geslapen, heel de nacht geregen. Dus, nee, maar super mooie vergup. Zeker. Jammer van het vinnetje. Maar ja, vissen voor de toekomst. Zeker weten. 24,6 pond. Dus hij is wel aardig op weg. Maar we laten nu snel zwemmen. Want volgens mij moeten we nog een paar nieuwe hengels uitleggen. Dus waarschijnlijk tot zo. Is dat de goede kant? Ik ga even zwemmen. Word je niet al een beetje moe op? Nee. Dat is niet normaal, hè, dit. Gaan we maar weer onthaken. Nummertje 4. Binnen een uur. Ja, binnen 3 kwartier. Er liggen nog geen 3 kwartier te vissen. Het is 7:30 nu. Ho. Ja, we lagen om 6:30 en daar lagen we nog niet in. Jawel, toch? Ah, maakt niet uit. Maar in ieder geval... Laten we er geen ruzie over maken. Nummertje 4. Oh, is inderdaad een torpedotje. Ja. Moet nog zijn buikje krijgen. Oh, niet gelijk wegzwemmen, hè. Nee. Even laten zien aan de mensen thuis. Zo'n mooi schupje. Zo'n kilootje of 7-8 zijn, gok ik zo. Deze laten we gauw weer zwemmen, want we weten hoe het loopt. Het was voor mij ook dezelfde hengel, dus die lag ook wederom nog geen 5 minuten in. Dus ze liggen lekker op het voer, kunnen we zeggen. Deze rakker gaat weer lekker zwemmen en op naar de volgende. Later. En 6:15 ging de eerste? Ja. 5 minuten later. En 5 minuten later daar weer. 5 minuten later weer. Ja. En toen 15 minuten daarna. Ja, toen 15 minuten later. En toen weer 15 minuten later. Ja, om de wijk. Het is nu 8 uur. Ja. En dus, nou ja, het is nu inmiddels al wel een half uurtje geleden dat we wat gevangen hebben. Maar we hebben er al 4. Goed begin dus. Vandaag. Dus dat is lekker. 3 kleintjes? Nee, 1 grote. Een unit. En het middel. Ik had weer, en 2 kleintjes. Ik had de grootste tot nu toe. Dat die was 19,5 kilo. Spiegel. Altijd, hè, die jongen. Ja. Schiezel. Altijd. Ik doe er ook meer mijn best voor. En, maar Stefan had ook een hele mooie 12,3 kilo schub. Een hele mooie schub. En ik had een klein schubje en Stefan had een klein spiegeltje. Even voor de film. Ja, we moeten ook even onze vrienden inlichten elke ochtend. Af en toe moeten we even wat vertellen. Hoe het gaat. Voor de mensen thuis. Yes. Nu krijg ik een beetje last van mijn nek. We gaan lekker koffie drinken. Ciao. Ja, mooi. Ga koffie drinken. Lekker, hè? Ja, we mogen niet klagen. Vissen zijn lekker actief, zowel op de kant als in het water. Nummertje 5, volgens mij. Ja, voor vandaag. Voor vandaag, ja. Deze ochtend. Ja. Niet aan het zoomen. Moet je ook even kijken. Hey, niet aanvallen. Nou. Wat was het? Nummer? 5. En voor mij wederom een
weer een hele mooie vis. Mijn eerste 30er. Rustig aan. Ik wil er eventjes wat informatie over. Eerste 30er uit. Ooit? Nee. Eerste 30er in een openbaar water. En ook nog een mooie schub. Hij is weer lekker druk, maar ja, dat is wel een beetje de standaard hier zo. We laten hem maar. Supermooie vis. Eigenlijk alle schubs die we hier vangen zijn supermooi. Ja, gewoon op een normale bolie. Uit de zak. Dus ook dat werkt weer top. Deze vis laten we lekker zwemmen. Nieuw hengeltje ingooien. Misschien dan toch maar een keer die koffie drinken. En tot straks. Hoppa. Rustig aan. Ja, hij is wel een beetje moe, denk ik. Yes! Lekker! Nou jongens, regenjasje maar weer aangedaan. We kregen weer even een klein buitje. Halverwege mijn drill. En nummertje 6 alweer voor vandaag, jongens. Het is 9 uur. En we hebben er al 6. Deze is precies op de neus 25 pond. Oftewel 12,5 kilo, wat je wil. Dus niet de mooiste schub tot nu toe, maar voor de rest gewoon prima vis. Dus er gewoon weer eentje voor op het scorebord en daar zijn we gewoon weer blij mee. Hij mag wel weer lekker zwemmen, want ik wil het hengeltje weer op zijn plek hebben. Nou vriend, je mag weer. Wil je nog? We hebben wel lekker lopen vechten, hè, net. Ja, je wil wel. Doei. Zo, visje nummer 6 zwemt weer zijn rondjes. Hengeltje ligt weer op zijn plek. We vissen deze sessie dus met twee verschillende smaken van Northern Baits. De Evolution en de Peach & Pepper. Die hebben we apart in de emmer voertje aangemaakt. Met de Peach & Pepper 15 en 20 mm gemixt met tijgenoten. Met Peach & Pepper liquid. En de Evolution ook 15 en 20 mm met Evolution liquid. En door de Evolution liquid zie je ook dat de bolies helemaal rood worden. Ik vind het wel echt een spulletje. Dus die gaan we weer inspotten. Vissen alle plekken beide bolies door elkaar. Dus niet gemixt in één emmer, maar twee aparte emmers. Maar wel beide voertjes op dezelfde voerplek. Zodat de vissen wat te kiezen hebben. Deze gaat erin. Nou jongens,
nummertje 7 voor vandaag. We waren net even lekker met de drone aan het vliegen. Toen dit rakkertje er vandoor ging. Het is niet de grootste van vandaag. En ze zijn zo lekker druk, hè? Ja. 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 Gast, ik wil je helpen om eruit te komen. Rustig. Chill. Daar is die. Ik kan hem goed laten zien. Rugvinnetje omhoog. Hij is boos. Gaan we een mooi spiegeltje. Toch? Gaan we weer zwemmen hoor, pik. Doei. Ik ga tegen mijn benen aanrijden. Ook lekker. Zo. Eerst even lekker poepen, denk ik. Yes. Kijk eens, prachtige spiegel van 29 pond net weer mogen landen. Nummertje 8 in totaal. Gaat lekker zou je zeggen. Wel allemaal op de middenste twee hengels. De andere twee, hengels die doen het niet. Maar dan mag de pret niet drukken. Dit is weer een prachtige spiegel. Laten we hem nu snel zwemmen. Volgens mij zien jullie het op de achtergrond. Er komt er een leuk regenbuitje aan. Dus snel even ingooien en dan schuilen in de tent. En tot straks. Super mooie grijze kleur, hè? Ja, hele mooie vis dit. Ja, ga maar. Oh. Dag visje. Later. Gezellig, kom je is erbij. Koud. Hier, visje. Moet je visje? Alsjeblieft, visje. Koud. Ik heb ook visje. Koud. Nou jongens. En dubbelren. En het kan niet gekker. Het kan niet gek genoeg. Maar we hebben nu... Oh, die van mij is wel even verzoek. Ben je hem kwijt? Nee, ja, die zak van jou is zo groot. Ja, die... En dan heb ik het over die zak. De wat? Jan, dat heb ik nog niet gezien. Hey, maar hij heeft een mooie... Rob heeft een mooie spiegel. En een unit ook. 17,5 kilo. Is niet verkeerd. En lekker druk ook. Ik... heb daarentegen ook een hele mooie spiegel. En vooral de tekening. Ja, waanzinnig. 24,4 pond. En zijn zelfs gewoonlijk stervensdruk. Ja. Maar we wilden... Oh, vies, en hij wist toch gaat lekker. Nou. Oh jee. Oh ja joh. Wat wil je terugspetteren? Nee, kijk. Oh. Alsjeblieft, hele mooie vis. Nou, ze staan er goed op, hè? Ja, heel goed. Het gaat heel goed, dit. Goed gepland en af. Nou, zullen we ze maar weer laten zwemmen dan? Is goed. Kijk eens hier. Kijk uit, hij slaat hem in zijn gezicht. Dok. Okay. Laten we zwemmen? Ja, kom. Dan zwemmen. Dan mogen ze weer. Samen? Ja. Oh, ga je bij mij erin? Ja, zoiets. Nee, ja, hij is weg. Maar, ho, we waren nog niet klaar. Als het goed is. Zit hier nog een cadeautje in. Kijk eens. Atzenblads. Nog een spiegeltje. Niet zo groot. Maar zeker welkom. Maar zeker welkom. Drie tegelijk, hè? Dat was het ook makkelijker vasthouden dit. Ja. Zit nou, nog een mooi spiegeltje erbij. Mag ook weer zwemmen. En dan maar eens wat hengeltjes erin gaan gooien. Ja, even lunchen ook. Lunchen ook lekker, ja. Maar jij gaat eerst zwemmen, pik.
Hey. Hey, moeder malen. Doei. En dan nu hoor. Nee. ik was gelukkig nog niet nat. Midden op de dag, nou ja, midden op de dag. Een uurtje of half twee is het volgens mij. Zon is lekker aan het schrijnen. We hadden eigenlijk dachten we nou, het wordt een rustig middagje. Maar toen komt deze jongen voorbij. Een mooie spiegel. En ja, een mooie spiegel. We gaan deze weer laten zwemmen en dan de hem opnieuw ingooien. En kijken wat de dag verder brengt. Oh, hij wil vol. Dag, visje. Toedos. Lekker. Hoe is het, jullie koud meer wat? 10 kilo. 10 kilo? Ja, maar je bent. 10 kilo, hè? Ik ben. Wat doe je, wat? Ze hebben het goed. Vous la remettez à l'eau après? Tranquille? Vous la remettez après à l'eau? Je pense 60 mètres en profondeur 5 mètres. And do you want to eat or? No. A picture and yes, the photo et retourner dans l'eau. Oui. Juste tranquille. Pardon? Tranquille. Tranquille. Bien ça. Oh là là. Donc vous voulez toujours aller vous baigner? Elle est belle, hein? Met wat publiek. Ouais, 10,4 kilo. Ik ga hem niet langer pesten. We gaan hem lekker terugzetten, jongens. Hola. Au revoir. Bye. In het water gelijk. Oh, mama! Hier. Ja? Ah, lekker! Maar ik durf het nog niet te zeggen. Ik ga er ook een beetje scheef van lopen. Wat zou het zijn? We gaan er achter komen. Nee! Net geen 40, gek. Had je er te veel op gehoopt? Ja, een klein beetje natuurlijk. Maar we mogen niet. Weer zo'n tegenvallende vis. Midden op de dag. Wat is die? 19 kilo bijna. Ja, 18,4. Hij is 18,4. Ja, top. Doen we het voor. Zeker. Hé jongens, we hebben er weer een. Helemaal kapot van die dag. Maar deze willen jullie niet ontnemen. Prachtige spiegel. 37 portjes. Maar, zoals je weet, zij is hier lekker druk. Kijk eens. We laten hem zwemmen. We gaan... Appa. Met een beetje. Tweede op een dag, dat is altijd mooi. En deze laat lekker zwemmen. Dag, hij wil te graag. Yes!
Lekker zeg. Op naar de volgende dan maar. Helemaal rood. Roodborstje ondertussen ook. Stefan Roodborstje. Stefan Roodborstje. Maar dat maakt niet uit. Dat mag. Kat. Ja. Staan we dan in het donker? Toen werd het ineens stil. Ja. We hebben net hapje gegeten. Het is flink warm geweest vandaag. Maar echt flink warm. Echt gewoon wegfikken tot de max. Nee, die ziet hij nou niet, maar waarschijnlijk morgenochtend wel. We zijn een lekker skampie. Maar het viel dood om een uurtje of 3-4 middags. En, maar ja, we hadden vandaag 14 vissen. Jezus, ja, man. Was wel een beetje verwacht natuurlijk, hè, met die hitte. Ja, was ook wel een keer genoeg ook. Ja. Dus we gaan nu slapen. We hebben nu in principe zo goed als alles opgeruimd. Op een paar kleine dingetjes na, stretcher. We gaan even kijken waar we gaan slapen vannacht. Dat weten we nog niet. Dus dat gaan we zo even een plekje verzoeken. En dan morgenochtend rijden we hier nog eventjes terug. En dan gaan we nog even 3 uurtjes, misschien 4 uurtjes vissen. En dan is het mooi geweest. Zeker, ja. Ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen. Nee, ik was toch gewoon een knijtersterk verhaal. Ik ben helemaal naar de kloten en ik ben eigenlijk zo gauw mogelijk naar mijn bed. Dus ja. Laten we het maar gewoon afsluiten, want voor mij zien jullie het ook niet helemaal perfect. Welterusten. Oh nee. Wij gaan slapen. Ja, wij gaan slapen. Dus gewoon welterusten. En, kijken of we morgenochtend nog visje kunnen vangen. Tot morgen, jongens. Doei, doei. Ding, zei. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. Begin je iedere dag met tering, zei. Niet normaal. Dan doe je dat. Ja, dat doet de vis. Ja, doet die vis dat? We gaan leren om de lijn te knopen, jij. Wat lul je nou, gek? Kut, zei. Zonde ook. Ja. Ja, wel tijd voor een bijtje. Ja. Knakworst. Duurde wel lang, hè, vanmorgen. Ligt toch al, nu is het vissen. Waarschijnlijk is het ook de enige. Jezus. Ah, die heeft niet goed geraakt. Kan niet anders. Nee, ja. Shit happens. Nou, snel opnieuw ingooien maar. Slapen. Wil ik schippen? Ja, doe maar wat. Doe maar wat. Hoppa! Dit is wel goed geraakt ook, hè? Vind ik. Moet je vertrouwen in je spullen. Nou, goedemorgen. Bijna tijd om naar huis te gaan. Eigenlijk waren we zo goed als al ingepakt.
Toen kwam deze mooie rakker voorbij. Met een hele vage run. We lagen een beetje half op ons stretches te zonnen. Maar kijk eens. Mooie schub. 32,6. Pontjes. De vermoeidheid zit er een beetje in. En de vissen zijn nog steeds druk. Oh, we laten deze dus lekker zwemmen. En dan gaan we inpakken en dan gaan we naar huis. Gaat die andere kant op, vriend. 28 stuks. 3 dagen vissen. Dus ja, kan eigenlijk niet beter, denk ik. We gaan lekker alles inpakken. Kan altijd beter. En nou ja, tot straks. Lekker zeg. Zo, vanmorgen allebei nog even 2 hengeltjes uitgelegd. Ja. Maar nu, ja, het schub van jou was toch echt de laatste. Nu zijn we opgeruimd. Ja. We zijn zelfs gewassen en helemaal schoon en zo. En helemaal schoon kapot. T-shirtje. Geslaagde sessie. Maar ik ben blij dat ik vanavond in mijn bed lig. Maar kapot. Jammer dat ik morgen moet werken. Ja. Maar ja, kapot. Het is ook niet te doen. De zon is veel te heet. Dus ja, langer blijven was ook niet mogelijk. Dus we gaan lekker naar huis. Auto's ingepakt, aanhanger. Koffie halen en direct door naar huis. Dan onderweg even ergens een bakje scoren, een broodje halen en gas erop naar huis. Dat was 28 vissen totaal. Ik denk dat we dat niet heel snel meer gaan evenaren. In 3 dagen? Alleen overdag? In 3 dagen alleen overdag vissen. 2 hengeltjes pp. Gisteren dan 3 hengeltjes pp. Maar die extra hengeltjes die hebben we geen kloot opgeleverd. Ja, een zilt. Maar goed, zilt. Oh ja, een zilt. En vast voor mij. Ja. Dus, nee, al met al geslaagde sessie. Het is mooi geweest. Ja. We gaan rijden. En bedankt voor het kijken, jongens. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Oh ja, oktober komen we terug. Weer een stuwmeer met een leuk water. Bye bye.